helpen. Ja. Niks aan te doen. Seniorencomplex hier. Lekker. Morgen is ook een superbelangrijke dag. We moeten allemaal weer om 6 uur naar ons werk. Om 7 uur dan. Keihard werken. De soort van om 10 uur stil te zijn, dat begrijp ik ook, natuurlijk. Ik had geen idee dat het al bijna 10 uur was. En de rest zijn niks. De rest zijn niks, alleen jongens. Oh. Wat is er eens? Niks? Hoezo? Was de was klaar? Nee. Dat kan toch niet. Ja, en Sherry had haar was er al in. 300 heb je een nieuwe was. Dus ik denk niet dat jij de aangewezen persoon bent om nu hier een statement over te maken. Ja, helemaal gek. Helemaal wou ze. En dan zelf even denken van, nou, maar ik ben natuurlijk van de oudere generatie. En ik mag die jongeren aanspreken op hoe zij met elkaar omgaan. En ik noem hem een gek. Zeg maar in de grap, in de context waarin wij gewoon met elkaar praten. Maar ja, ik ben de laatste dagen aan het luisteren hoe mensen met elkaar praten. Maar ik vind dat toch gewoon niet normaal. Nou, ik was wederom ontzettend verbaasd. Hoe krijg je het je strot uit? I don't know. Hoe krijg je het je strot uit, hè? Het was wel een beetje op het verkeerde moment. Maar ik heb dat gesprek met haar gevoerd. Ik vroeg haar naar Maris. Vind jij het ook soms niet belachelijk hoe mensen hier met elkaar omgaan? Hoe ze met elkaar spreken? Dat ze zeggen, ja, dat klopt. Maar ik vind dat ook oprecht. Als je bijvoorbeeld Jesse en Merel met elkaar hoort praten, daar sta ik echt van te kijken. Daar hou je fucking backs en zo. Ja, ja. Dat zij mij vanmiddag nog op mijn taalgebruik aan durft te spreken. Dat ik zoiets heb, nou volgens mij spreek je de persoon van wie je houdt aan alsof het een kakkerlak is. Is ook op zich wel zo. Ja, maar je houdt toch niet van een kakkerlak? Ik hou niet van kakkerlak hoor. Ik heb er één keer eentje gezien in mijn leven en ik moet zeggen, ik hou er niet zo van. Maar dat was meer waarop ik doelde. Zeg maar, jij spreekt mensen ook wel eens aan op een onfatsoenlijke manier. Maar gek is dat dan weer niet. Ik denk, voor mij is het niet helemaal begrepen. En ze zei ook van, nou, ik had er laatst ook nog met Milena over. Ja. En, Ik zei van, nou, Mariska, analyseer even de situatie. Jullie die denken mij van de computer af te kunnen zetten omdat hij op het computerrooster staat. En hij is roze. En dan mag ik hem niet aanspreken met het woord gek. Kijk hoe die eruit ziet. En vooral zeg maar, als je zelf dingen hebt gezegd als achterlijke mogol, dan kan je toch niet later terugkomen van ja. En de wijze van aanspreken en de omgangsnormen, daar distancieer ik mij van. Ah, ik sta daar boven. Maar dat kan je wel doen, maar dan op een andere manier. Een hypocriet stuk vreet, hè. Maar niet op die manier. Maar ik denk dat je dat best wel kan doen. Maar niet als iemand gek tegen iemand anders zegt. Dat is een beetje gek. Ja. Gek. Oh, daar was hij weer. Nou, ik was. Stel, zeg maar, jij zou ook tegen Jordi zeggen, oh, achterlijke mogol. Dan zou zij kunnen zeggen, Jens. Ja. Ik heb in het verleden jou achterlijke mogol genoemd. Dat had ik niet mogen doen. Maar nu vind ik ook in deze situatie dat jij dat niet, zeg maar, mag doen. Ik heb slecht nieuws, Andrea. Wat gebeurt in dit keur? De senioren die hier in de buurt wonen, die hebben aangegeven. Ah, fuck hun. Echt serieus, meen je dit? Ja, de Basti trilt door. Morgen belangrijke afspraken. Morgen weer werk. We moeten gewoon weer bouwen aan die ideale samenleving. Ja, precies. Ja. Ik word daar zo moe van. Als je even die koptelefoon gewoon op wil zetten en verder je mond wil houden, dan Walgelijk. Hoe laat is het? Even serieus. Het is bijna 10 uur. Nu, joh. Ja. Nee. Joh. Ja. Ja. Het is lekker warm trouwens. Goed, hè? Ja, chill. Mooi stuk. Misschien heb je maar uitgetrokken of zo. Oh, nee. Dit is de temperatuur, zeg maar. Je kan hem instellen dat als je hem hier... Oh, nee, hij doet dit helemaal niet meer. Nee. Oh jee. Oh nou, onze kachel. Oh. Misschien iets... Oh, hij doet het. Oh, hij doet het niet meer. Hij is...
Oh, stoppen. Verbrand. Noem er maar in. Ik zit hier. Ja? Ja. Ik zie... Nee, Dree, kijk eens. Ja, maar dat doet hij altijd. Echt? Ja. Stop erin. Yes, baby. Ik dacht ook dat mijn ding kapot was, maar dat bleek gewoon de temperatuur te zijn die ik omhoog had gesteld. Hij heeft een temperatuurmeter, hè? Echt? Dit ding? Ja. Sick, hè? Als maar de oudjes die willen slapen. Nou, oudjes, ik spreek nu meer fout voor, maar ik heb het eigenlijk alleen Mariska. Over Mariska. Oké, okay, nou nee, fair enough. Als je wil slapen, weer slapen. Ja, tuurlijk. Wel kut. Ik vraag me alleen nog... Ruikt lekker, hè? Ik vraag me alleen nog of ze ook had willen slapen op het moment dat hier de Messias en haar compaan... En zijn compaan hier muziek zaten te luisteren. Of dat dit... Ik heb vanmorgen zo hard gelachen, jongen. Zo. Vertel jij maar, show. Nou, dus als ik voor mezelf mag spreken. Ik sliep nog en ik werd wakker door muziek wat hier gedraaid werd. Ja. En dat was Jessie. Ja. 8:00 8:00 Dus ik was fucked up. Ik was echt chagrijnig. Dus ik zeg zo. Dree. Als ik die stekker eruit trek, gaat dan de muziek uit. Ja. Oké, okay, dus ik pfiouw, stekker eruit getrokken. Weer naar bed. Muziek uit. Dus ja. Jessie komt. Doe niet zo kinderachtig. Jullie zijn echt kinderen. Ik zei het toen ze deed. Toen zei ik van, Shelly, ik heb hier niks mee te maken. Oké, dan Shelly. En toen kwam die. En zei van, ah, jullie zijn echt kinderachtig bezig. Bla bla. Ik zeg, ja, maar je kan toch gewoon rekening houden. En ik zei, kijk of iemand slaapt of niet. Op. Ik zeg, ja, inderdaad. Doe gewoon een koptelefoon op. Ja, maar ik heb zo, een rapper komt zo en ik moet me voorbereiden. Ik zeg, ja, maar je kan toch gewoon je koptelefoon op doen. Je kan toch ook even kijken of iemand slaapt of niet. Nou ja, ja, ik wist niet dat, dat jullie het hier zouden horen. Ja, dag. Really? Real. Ben je dom of doe je dom? Nee, zelfs als mensen hier praten, dan hoor je het. Ja? Yeah. Yeah? Ja, oh, ja. 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 Dus ja, dat eigenlijk. Toen was hij een beetje pissed af. Maar ik dan ook. Weer de gelijk naar Ger. Dit gedaan. De stekker uitgeputten. Ah, Jack, haal op met me. Wat een droevige. Oh, dat was echt wel heel erg hilarisch. Nee. Echt, hoe ik ook echt. Ik sliep echt zo half. Dree. Als die stekker eruit trekt. Gaat op de muziek uit. En ik deed zo. Ja. Ja. Ik echt. Boom! Stekker eruit. En, ik deed zo. En weer. Ja, ik ging helemaal stuk. Heb hier niks mee te maken. Oh. Maar ik wist op dat ik dacht ook echt gelijk van, oké, waar, hoe kan ik het uitzetten zonder te veel te lopen of iets überhaupt te doen, dat ik nog steeds in mijn bed kan blijven. Stekker uit. Waar is die? Oké. Okay. Dat die stekker daar in het huisje zit, joh. Mm. Zit die door de muur heen of zo? Of? Nee, hij loopt zo naar buiten. Oh. We hebben hier geen stroompunt. Geweldig. Nee, inderdaad. Ja, maar ik heb zo'n les. Dus? Yep. Ja. Wat ik zeg, Dree! Ik dacht van, nee, ik heb hier niks mee te maken. Ik lig nog te slapen. Ik draai hem ook zo. Niet alone. Ja. Ja, ik moest wel een beetje gniffelen. Ja, een beetje, ik moest heel erg. Ik vond het heel grappig. Ja. Ja. Wat een belazering, hé. Trieste figuren zijn het ook. Af en toe vind ik ze heel erg triest, ja. Ik vind ze negen van de gisteren heel erg triest. Ik heb ze gisteren kneusjes genoemd. Ja, waarom? Gewoon op hoe ze soms tegen elkaar praten, hoe ze soms gewoon tegen elkaar doen. Wat er soms uitkomt, heel vaak onzin. En toen dacht ik gewoon, ja, zei ik het gewoon, random. Ik zei, ik vind jullie echt kneusjes. Zo, dat komt diep vanuit je, of dat komt vanuit je tenen. Ik zeg, ja. Ik zeg, ik moet gewoon even zeggen. Ik zeg, jullie zijn echt kneusjes. Fair enough. Ja. Ik ga die balk inderdaad grijs maken. Lelijk zo. Heel cool. Die. Ik vind dat prima mooie. Ja, ik vind het ook echt
veel, ja, het is veel, veel beter als dat het was. Veel beter. Dat is echt leuk. Ik vind dat zo leuk. Vanmorgen worden door de muren heen, zei Gerrit. Ja, en we hebben het hier ook verbouwd. Ik dacht echt, fuck you man. Je bent niet één keer gekomen om te helpen of met iets. What the fucker. Zij horen met de eerst strijken dan. Horen. Ja. Chic. Heel chic. We maar ja, gelukkig kan iedereen het zien. Ja. Ja. Je zegt het tegen mij. Het stekkertje was weg. Toen na trouble. Ja. Na dingen. Wist ik veel. En ik dacht van, hij kan prima hierin, boeien. Ja, werkt ook. Ja, is allemaal prima. Toen zag ik hem inderdaad liggen in de badkamer. Toen dacht ik nog, laat ik hem meenemen, want ik ga je gezeik om krijgen. Terwijl dat ik hem niet... Ik heb dat hele ding niet aangeraakt. Komt hij later naar me toe. Ja, dat stekkertje, ik vind hem hier. Waarom ligt hij daar? Weet ik veel. Heb je hem niet gemist? Ik zeg, nee, ik deed gewoon het andere gaatje. Zie. Ja, maar je weet toch wanneer iets kwijt is dat je moet zoeken? Ik zeg, nou ja, hij deed het gewoon, dus nee. Oh, nou, lekker ambitieus ben je. En toen dacht ik echt van, ga jij nou over ambitie praten tegen mij? Heb jij hem in je zak gestopt of niet? Nee, nee, ik heb dat hele ding nooit aangeraakt. Nee. In de wasmachine. Oh. Ja, dan denk je dat het gewoon van Ger komt. Dat denk ik dus ook. Ik zei toen ook van, oh, hij lag trouwens in de wasmachine. Daar heb ik hem uitgehaald. Ik heb hem toen uit die voeg gehaald. Daar haal ik bitjes, schroeven, maar ook dat ding vandaan. Dus ik had het, joh, pleur het wel in. Ik weet niet van wie het is. Maar... Ja. Denk gewoon in zijn zak. Als ik waar ook de camera zit. Ja, precies. Ik haal al mijn zakken eerst allemaal leeg. Weet je wat ik laatst ook in zijn zak heb gevonden? De accu van de camera. Oh ja, die is nu stuk. Toch? Ja, geen idee. Ja, ik heb die stuk. Ik ben naar hem toegelopen. Ik zeg, Gerrit, dit lag in de wasmachine. Bij jouw was. Oh. Of nee, in de droger. Hij lag in de droger. Dat was het. Hij was eerst in de was en daarna in de droger. Dus hij was in ieder geval droog. Weet je wat ik gewoon irritant vind? Kijk, mij maakt het geen reet uit wat hij doet. Het boeit me niet. Doe je ding. Maar val mij niet lastig met jouw shit. Ja. Ga niet tegen mij zeggen van dat ik wel of geen ambitie heb, terwijl dat ik hier tot 's avonds laat nog bezig ben. Terwijl dat hij om 8 uur 's avonds al in zijn nest ligt te rotten. Praat niet over ambitie tegen mij. Doe het niet. Ik hou er niet van. Hij houdt van heel vaak mensen naar beneden. Als die zelf dan hoger op kan komen. Ja, ik vind het echt altijd gewoon walgelijk. Ik vind het echt walgelijk. Ja. Ja, hij moet het meer over weten. Hem dan over jou. Zeker, zeker. Maar ik vind het gewoon vervelend worden op dit moment. Hij is het ook. Ja, ik vraag me altijd vooral of waar je het gore lef vandaan haalt om zo tegen iemand te praten. Ja. Als je zelf, zeg maar, aan alle kanten steken laat vallen. Zeg maar, eigenlijk alles wat je doet, het is gewoon kut. Je zegt dingen, je maakt afspraken, je gaat ergens naar kijken, maar al met al heb je er alleen naar gekeken en doe je precies niks. En dan wel inderdaad, zeg maar, de ambitiekaart spelen naar een ander toe. Als jij zelf hier dag en nacht aan het klussen bent. En zelf inderdaad wat aan het bereiken bent, natuurlijk. En je ziet dat mensen steken laten vallen en je probeert ze daarbij te helpen. Ga je goede gang. Mm. Zeg dat tegen een ander. Maar als je zelf toch gewoon ook... Hij bakt er niks van. En het is gewoon ook... op het succes van de Messias. En dan zelf denkt dat je het gemaakt hebt. Dan moet je eigenlijk gewoon ja, maar houden. Precies dat is wat jij toch ook tegen me gezegd hebt. Als hij Jesse niet had gehad, was hij precies nergens geweest op dit moment. En had hij wel iemand anders gehad? Ik zei dat hij een handje nodig had. Anders was hij hier niks. Tenminste, had hij hier niet veel bereikt. Maar dan was het nog steeds niks met de DJ, wat eerst een droom was en nu toch geen droom. Ja. En maar hij zegt dus dat hij dat niet heeft uitgesproken. Nee, vind ik niet. Maar hij heeft dat zeker uitgesproken, vooral in die tijd van Michael. Ja. Ja. Dan heeft hij echt wel uitgesproken dat dat zijn droom is. Toen werden ze nog alle twee pissig dat ik zei van, hey, ik wil ook DJ'en. Toen werden ze allemaal... nooit iets geworden. Nee. Zeg maar, het is tragisch. Eerst ben je fotograaf en is dat je droom. En dan is dit je droom. Is fotograaf ook zijn droom geweest? Natuurlijk. Nee, dat niet. Dat is niet zijn droom geweest. Hij heeft wel in de fotografie gewerkt. Ja. Ik dacht dat dat de reden was dat er een camera moest komen. En, Maar hij wou geld verdienen. Geld te verdienen, ja, toch? Ja. Oh, maar niet, oké. Dus Shell, wil je alsjeblieft dat dopje uit die muur halen? Ik vind het heel vervelend. En ik snap ook niet, wie heeft dat gedaan? Weet ik niet, ik niet. Ik ben er niet geweest. Ik kom hier net voor het eerst. Hoe vind je het geworden? Ja, mooi. Leuk, hè? Heel vet. Daar complexie glas in, toch? Nee, en lampen ook nog? Of, ja.
Ja, is wel de bedoeling. Bij de AC durf je dat soort dingen heb je LED-strips. Waardeloos. Die je met een afstandsbedieningje van kleur kan verwisselen. Ja, ik heb het gehoord, maar ik wil echt hele felle bouwlampen erin. Oké. Ja, zeg maar daarboven, wat dit is, dat doorzichtige, wil ik helemaal zwart maken. Dat er ook geen licht meer van buiten naar binnen komt. Daar in dat hok alleen dan, niet hier, maar daar. Maar hoe kom je daarin dan? Gewoon een paar dingetjes losschroeven. Dat kan. Oh, ik dacht echt dat je Noordhielen... Kan ook, daar kan ik ook gewoon doen. Kan ook, ik zie, kuik gewoon. Ik zie jou daar best wel doorheen. Ja, ik ga er gewoon doorheen. Ja hoor, tuurlijk. En, maar er komt hier achter complexieglas. Ik heb ook folie gevonden, wat fel roze. Dat is echt neonroze. Dus die gaat over die plexiglas heen. En dan komen daar een paar lampen in. Ik denk daar in die hoek en hier in deze hoek. Dat je die boom zo toch nog een beetje ziet. En dan komt er aan die kant van Shelly, de kapsalon, komt ook nog een raampje in. En dan... Lijkt het alsof je naar buiten kijkt, terwijl je eigenlijk naar binnen kijkt. Ja. Leuk. Dan is het eigenlijk zo goed als klaar. En dan wil ik alleen deze balken nog even doen. En de deuren. En de deuren. Die deuren zijn echt een lelijk. Het zijn wel de oude deuren van het station van Utrecht, hè? Ik heb het gehoord, ja. Maar welke kleur wil je doen? Misschien pak ik gewoon die grijs en trek ik hem door. Nee, echt zonde. Ja, maar we moeten wel anders jou... Jesse wil geen geld uitgeven. Je kan toch met je zakgeld doen? Ja, we kunnen toch volgende... Oh. We kunnen toch volgende maand iets voor ons zakgeld kopen. Een kleur. Ja, maar wat dan? Je kan het ook gewoon in de groep gooien. En dan overrulen we die gek. Van, hé, we hebben er een mooie plek van gemaakt. Het is een creatieve ruimte. Daar hebben we allemaal profijt van. Het kost een paar tientjes extra's om er wat moois van te maken. Waarom kan het niet vanuit de BV vergoed worden? Ik wil een stemming. 4. Ja, Brendan, Dylan, Jordi. Wij. Maar welke kleur zou je niet willen? Goud. Nee, ja. Nee, maar de BV kan in principe alles betalen. Ja, we zouden vet maar overrulen. En op het moment dat hij nu zegt, dan ga ik de finance niet meer doen. Maar we kunnen... Wil jij het dan doen, de finance? Ja, nu zeker. Ja? Money to blow. Maar ik zal je vertellen, dit weet hij ook. Dus gaat hij diezelfde... Dan ga je de finance zelf maar doen, kan je het niet meer spelen. Want nu weet hij, zeg maar, als ik het nu uit handen geef, dan is mijn eindpot niet meer zeker. Ja. Dus nu gaat hij het hoe dan ook bij zich proberen te houden. Maar op het moment dat wij democratisch besluiten dat er meerderheid is, dat wij als BV gewoon zoiets betalen, dan moet het gewoon betaald worden. Ja, weet je wat het is? Ja, ik vind het gewoon een paar tien. Hij zal hoogwaarschijnlijk gooien als wij zeg maar zeggen dat wij democratisch gaan besluiten. Dan zal hij zeggen, ja, maar dat kan niet, want ik ben de man van de finance. En het gaat gewoon niet door. Nee, maar dat zei hij vanmiddag dus ook al. Bij die vergadering toen ik zei van, joh, waarschijnlijk nog een paar tientjes. En dan wil ik graag die deuren nog verven, want dat vind ik lelijk. En toen zei hij van, het functioneert toch? Het is niet nodig. En in principe is het ook niet nodig. Maar weet je, ik vind het gewoon zonde dat... We hebben hier echt heel hard ons best op gedaan. En hebben een paar van die lelijke deuren erin. Dat is gewoon jammer. Ja. Terwijl dat je weet dat voor een paar tientjes en een uurtje... Dan heb je gewoon een paar mooie deuren erin. Ja. Gewoon shit in stemming brengen. Je krijgt makkelijk meerderheid in heel veel... Zit daar nog wat in dat blikje, Roos? Heel klein beetje. Zei ik ook tegen Lex, maar zij heeft nu dan haar sportdieet. Wat zij eigenlijk moet doen voor die 3 weken. Mm-hmm. Ja, dat kan in principe niet betaald worden. Want blauwe bessen, noten, kip, et cetera. Gewoon reet te duur. Maar als je toch het platform wil gebruiken om iets uit te stralen en sportiviteit. En het effect van lichaam op het eten. Of je eten op lichaam. Nee, eten op lichaam. Ja. We snappen wat je bedoelt. Ja. En dan heb je voor een periode van 3 weken een dieet nodig wat duurder is dan het reguliere boodschappenbudget. Gooi het in de groep. Zeg maar, en natuurlijk is de eerste reactie van, nou, kan je dat vanuit zakgeld vergoeden. Maar als jij denkt van, nou, ik kan niet daaruit betalen. Want het is gewoon niet genoeg geld en ik vind het wel belangrijk genoeg. We staan 17.000 in de plus. Waarom kan dat niet? Betalen. Laten we erover stemmen. En gaan we erover shit stemmen, dan is de meerderheid van de groep spend it all. Wat zag je met de gym wel? Ja, dat is dat vond ik een van de mooiste dingen die... Dat we allemaal zo zaten... En dat zij echt zo zaten van... Belazering. Maar, hoe? Maar, en wij gewoon...
Dus het gaat door. Top! Maar geen discussie meer mogelijk. Ik vond dat zo Ik moest ook echt prachtig. Lachen. Ik echt zo... Maar dat was dezelfde situatie waarin hij normaal gesproken had gezegd... dan gaat iemand anders de finance doen. Maar hij wist dat de vork nu anders in de steel zat. Ja, maar weet je, ik zit gewoon zo niet in elkaar. Maar misschien moet ik dat maar wel gaan doen dan. Maar ik ben niet zo. Ik denk van, oké, maar ik heb een zinnige zaai. We werken toch met z'n allen hard hier voor de club. Die 17k is, daar zijn we allemaal al dankbaar voor. We hebben allemaal een aandeel in, bedoel je? Ja. Weet je, ja, hij doet wel echt, omdat hij inderdaad de finance doet, dat hij ook echt een soort van alles verdient. Hij betaalt de rekeningen, dat is ja, maar that's it. Hij is onze boekhouder. Ja, dat is wat. Maar, ja. Eigenlijk heeft hij helemaal niks. Ja, hij heeft de Katie-knuffel verzonnen en wat nog meer. D&D wat niet loopt, waar we nog steeds shirts van hebben, waar Mariska de helft van alle bestellingen heeft teruggeboekt. Dus wat heeft hij nou precies... Oké, hij heeft een bar gebouwd, hij heeft een podium gebouwd. Had Brennan ook kunnen doen? Ja, maar we dat is het. Allemaal bijdragen in dit geheel. Ja. Een aandeel, zoals Andrea zo mooi verwoordde. En... 6%. Ja. Ja, maar we hebben sowieso een aandeel. Wat hij zegt van, nou, ik ben als financiële man verantwoordelijk voor het resultaat wat er nu staat, is gewoon niet waar. Ik ben gewoon een leugenaar. Hoezo? Dat we zeg maar van min 30 naar plus 20 zijn gegaan, dat is niet te verwijten aan hoe iemand onze rekening heeft betaald. Nee. Dat is vooral te verwijten aan dat wij nu aan het einde van het programma zitten. En dat er mensen zijn buiten die heel graag andere mensen willen supporten door het kopen van producten. En ik denk echt dat als wij nu op dit moment nog steeds gewoon door zouden gaan met dit programma, dan waren we nog, dan waren we nog never nooit in de plus geweest. Nee, nooit. Dit is te danken aan het verkoop van kistjes, die jassen die richting de winter als een tiet lopen, die van Merel en die van Shelly. Zeg maar, met bijvoorbeeld alleen de verkoop van die jassen is er zo €4.000 met die van Shelly verdiend en misschien nog een 5 bij die van Merel. Mm-hmm. Omzet of winst? Winst hebben we het er nu echt over. Er wordt gigantisch veel geld daarmee verdiend. En zijn aandeel daarin? Precies niks, om maar een voorbeeld te noemen. Maar wel, waarom loopt hij dan zo de hele tijd met de eer te strijken? Omdat hij... Mr. Finance. ...heeft gezegd, ik ben van de financiën. Ondanks dat ik het in het begin niet wou. En omdat, als jij degene bent die de huidige stand van de kas opleest... ...dan lijkt het ook alsof jij degene bent die verantwoordelijk is voor het resultaat. Yes, dus het enige wat hij kan doen is pochen. Pochen, pochen, pochen. Waarmee? Niks. Met zijn houding. Het is gewoon een clown. Hij betaalt onze rekeningen. En hij zegt vaak nee tegen mensen als ze iets willen kopen. En natuurlijk, dat is bewonderenswaardig. Dat je daar de energie vandaan haalt om keer op keer mensen teleur te stellen. Dat doe je goed. Maar verder, qua het genereren van winst... heeft hij nog geen vinger uitgestoken naar die kisties. Nee, dat is waar. Heeft hij precies een kwartiertje aan zitten zagen. En toen dacht hij van nou, ik heb mijn airtime gepakt. Maar waar is die, dan zo druk mee altijd? Het schrijven van nummers. Roken. Roken, inderdaad. Ja, roken. Shelly lastig vallen. Mij lastig vallen. Mij lastig vallen. Andrea lastig vallen. Dylan lastig vallen. Brendan lastig maken. Vallen. Utopia, daar is die druk mee. Ja. Lex achter de broek aan zitten. Dat is een dagbesteding, hè? En crypto. Waarom denk je Bitcoin dat checken, zo Bitcoin is? Checken, Bitcoin checken. Zou jij gelukkig worden als je dat hele ik hou, dag... Ik hou hem niet in de gaten. Nee. Ik spreek hem af en toe aan. Met, vandaag heb ik hem 3 keer aangesproken. Van, zet je die spullen nog even binnen, want het regent. Weet je, ik snap wel dat als hier mensen over de vloer komen... dat je het hier een soort van netjes wil hebben. Maar wij, gisteravond, wij zeiden nog van... gaan we de set alweer terugzetten of laten we het staan... dan kunnen ze het morgen zelf even doen. Want we hebben hier echt... hard gebikkeld, hè, om het af te krijgen. Mm-hmm. Maar er is geen bedankje, helemaal niks is er gevallen. Van, oh, tof dat je het hebt gedaan, of niks. Mm. Helemaal niks, terwijl dat ook voor hun is, hè. Mm-hmm. En dan had Bren en Deel hadden dan, die gingen dat ophangen. En zei ze tegen mij van, ja, vind je het goed? Ik zeg, nou ja, het is niet mijn keuze. Maar doe het, yeah. Weet je wel. Voor mij hoeft het niet, maar... Doe maar. Doe maar. Liefde aan denkt, sympathiek ook. Zeg ja, toch. Andersom was het nooit voor jou gedaan. Maar dat denk ik niet. Nee, zeker niet. Dat weet ik wel zeker. Ja. Denk ik niet. Nee. Die mensen denken aan niemand anders dan zichzelf. Ja, ik vind het jammer. Ik dacht, ik weet nog buiten. Toen dacht ik echt dat ik met Jesse... En dat, toen zei ik van of ik ga heel goed met hem of ik ga heel slecht met hem. Het is de tweede geworden. En dat vind ik echt heel jammer.
En af en toe ga ik ook gewoon heel erg goed met hem. Maar dan is het altijd gewoon over oppervlakkige, lullige dingen, zeg maar. En dan lach ik erom. Weet je met wie hij goed gaat? Van, met mensen die net zo'n slang zijn als het hij is. Zo'n vieze slang. Merel is er ook eentje van. Oh, vreselijk. Ik hoorde dat je er geduld hebt vandaag. Zal ik je de situatie uitbeelden? Ja, heel graag, ja? Want ik hoorde dat ik zeg, hè? Ja. Jij denkt nu, ik heb haar zo een deal gegeven. Nee, je hebt haar zo gedaan. Oké. Handel. Ik zou nooit iemand dwingen. Van nou, dat is in deze setting eigenlijk precies wat er gebeurt. Hij geeft aan dat hij het niet wil doen. Jij gaat erover door. Jij bent hem exact aan het dwingen. Dat is precies wat je aan het doen bent. En maar wat jij verder doet in je leven. Jordi wilde niet, zeg maar, Merel kwam naar hem toe en die zei van, Jordi, maar ga je niet helemaal laten bodypainten? Want dat is wat je de kijkers hebt beloofd. Het worden echt zulke kleine dingetjes gemaakt om drama te maken. Ik word dan een beetje dat ik denk van, Jordi die zei, nee, ik voel mij daar niet prettig bij. Ik ga hier niet in mijn onderbroek staan. Dat vind ik niet fijn. En Merel zei, ja, maar dat heb je wel de kijkers beloofd, toch? En de mensen hebben zoveel kaarten gekocht omdat jij dat hebt beloofd. En nu doe je dat niet. En Jordi die zegt, nou, ik voel mij daar gewoon niet prettig bij. En straks word ik ziek, vat ik kou. Op Love is Love wil ik wel gewoon gezond zijn. En zei ze, ja, maar dan doe je toch een sjaaltje om. Ja, echt? Ze zei letterlijk, dan doe je toch een sjaaltje om. Dat Jordi later op de bank bij mij zat en zei, een sjaaltje? Zie je het al voor je? Ik zei, oh ja, dan sta je in je onderbroek, bloot, met een sjaaltje. En dan hebben we het even hier voor het idee over de mevrouw. Die zei dat ze bij de verkoop van 20 bikinis zelf in bikini zou gaan. Hè? Maar dat even terzijde. Nou, die er in eerste instantie heeft ingestemd. Dat jullie onthouden wel veel, hè? Er worden tal van deze nog shit vergeten kan, maar ik denk alleen maar. Nee, je ziet zeg maar een vergelijkbare situatie en denkt van, hé, dit klinkt uit jouw mond super hypocriet. En waar link ik dit aan? Wat is er in het verleden gebeurd waarom het nu zo ongeloofwaardig klinkt? En dan denk ik van, hé, wait a minute. En dan staat mijn hoofd best wel veel op, ja. Ja. Ah joh, maar het is fucking droevig. Yes. Ik hou me eigenlijk niet echt heel erg veel bezig met hun. Dat zou ik ook heel graag willen. Maar als zij zeg maar als soort van, ja, maar ze op je slangen zitten. Slangen zijn het. Vieze, glibberige slangen. Ah joh, maar ik heb niet zoveel met hun te maken. Stay away from that bullshit. Ik heb echt niet zoveel met hun te maken. Ik zeg niet vaak wijven, maar Merel vind ik echt een kutwijf. Ja? Dat vind ik. Het was ook niet een, dit kan je niet zeggen, maar dit heb je nog best wel wild verwoord. Ik heb vanmiddag ook lopen streeuwen hoor, dus dat is oké. Dat is prima. Ik vind haar oprecht. Ik weet niet wat ik hoor allemaal. Ik vind haar oprecht. En niet dat ik haar fantastisch vind, maar ja. Ze is zo fucking fake. Weet je nog die vraag die je mij stelde? Tijdens het interview? Jou. Waar ik mij mee, een van de dingen, of volgens mij was het meest aan stoor dat ik zei, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar hoe nep ja. Zij is daar eentje van. Dat wij laatst ook aan tafel zaten en dat er een gesprek was over dat, dat ging over voorheen, dat Merel toen de finance ging doen. Heb jij en dit ook wel eens tegen haar zelf gezegd? Van dat ik haar een kutwijf vind? Fake. Nee, ik heb daar geen behoefte aan. Weet je waarom niet? Dan kom ik in de discussie met haar. Oh ja. Ja. Over waarom ik dat dan vind. En dan probeert ze me ergens zeg maar, op te pakken wat ik zeg. En ze is net Jessie. Want dat deed ze vanmiddag ook. Daarom passen op ze alles ook wat, bij elkaar. Ja, op alles wat ik deed. Ik gaf haar zeg maar, een zetje zodat ik die geit weg kon trekken. Oh, je hoeft me niet te duwen. Dat doet Jessie toch ook? Bij elk dingetje. Als je per ongeluk zijn teen stoot. Dan meteen. Oh, een rolstoel. Ja. Ja. Maar dat is het ding. Er verandert ook helemaal niks. Je kan mensen erop aanspreken van, hé, ik vind het onredelijk hoe je doet, of ik vind het gewoon niet prettig. Maar onderaan de streep verandert er niks. Hé, jongens, wanneer wordt nou eindelijk een keer die sapmachine een keer schoongemaakt? Wanneer ga je over het hek heen gooien? Wanneer gaan jullie nou eindelijk een keer, als jullie zondag die afwaszaak hebben, de afwas doen? Oh ja, vergeet het, Tom. Oepsie. En we gaan weer door. Ja, maar daarom was ik vandaag zo pissed off. Ja, maar tuurlijk. En dan wordt het weer gewoon weggewimpeld, maar maar waarom bij hun niet altijd en bij anderen niet? Dat vraag ik me. They don't change. Zeg maar, andere mensen hebben nog een grijntje zeg maar, zelfrespect in hun hart zitten. Van, hé, als je iets tegen iemand zegt en iemand vindt het niet prettig, dan doe je dat niet. Je weet dat bij de rest van de mensen anders er last van, ja, dan verander je iets. Ja. Maar als je zelf denkt van, nou, ik vind het vooral heel fijn als mensen kleine aanleidingjes vinden die zeg maar, eigenlijk best wel irrelevant zijn, waardoor ik een ander weer kan pakken door mijn eigen frustratie op die andere persoon te drukken,
dan is dat wat ik doe. Zeg maar, ik laat een klein gaatje vallen. En als jij mij dan op dat kleine gaatje probeert te pakken, dan ga ik alle andere bullshit die ik kan bedenken op deze aardkloot, ga ik over jou heen strooien. Oh, en wat ben je een loser, een hypocriet stuk ventje. En je bent zielig. En Terwijl, zeg maar, dit is even bijvoorbeeld een voorbeeld van wat Gerrit tegen mij zei. Naar aanleiding van dat ik niet mee wou doen met zijn klote playback show. Ik heb ook niet meegedaan. Ik zei van, hey, Pik, 4 dagen geleden zei je al dat we het gingen doen. Nu is het gewoon te laat. Voor mij is het lol eraf. Ja, je bent een zielig ventje, dit en dat, en miezig mannetje dat je er bent. Wat zit je? Wat ga je mij voor dit soort shit lopen uitmaken? Terwijl ik redelijk gegronde reden heb omdat jij een afspraak maakt met de groep. Maandag ik ga het doen, dinsdag ik ga het doen, woensdag nog een keer in de vergadering ik ga het doen. Nee, nu en morgen ga ik het echt doen en dan kom je vrijdag bij me. En dan moet ik op mijn blote knieën moet ik jou bedanken dat ik alsjeblieft in die playbackshow mag spelen. En dan wil ik dat niet. En als ik dan niet mee wil doen, dan is de wereld te klein. Dan ben ik een miserig mannetje. Dan denk ik van, je bent ook zo treurig. Maar er verandert niks, hè. Je kan erop teruggaan van, nee, jij bent treurig, want dit en dit en dit en zus en zo. Nee, maar jij dit en jij dat. En dat blijft, zeg maar, als een soort van golf over elkaar heen lopen. Ja, met hem een discussie dat het nooit beter wordt. Het wordt nooit beter. Het enige wat je doet, is een of andere gekke poppenkast lopen ophouden. Ja. En niemand wordt er beter van. Je haalt er geen lol uit, er verandert helemaal niks. Stik lekker in je eigen huig. Je zorgt er alleen maar voor dat je zelf een kutdag hebt. Ja. Ja, ik trek me die dingen vaak niet. Maar maak je er eentje boos, dan worden ze gelijk alle drie zitten ze in de... En dan weet je wat ik altijd zo grappig vind? Jij hebt het laatst ook tegen me gezegd dat ik de woordvoerder van Shelly ben. Maar als ik dan zie wat er bij sommige mensen hier aan de hand is, jongen. Dan denk ik echt, hoe durven jullie tegen mij te zeggen dat ik een woordvoerder ben? What the fuck? Maar Jesse is toch ook de woordvoerder van Merel en van Gerrit? Ja. En ze bekken hun alle drie elke keer weer. Ja, andersom ook. Ja. Dus gewoon een driehoeksverhouding. Waardeloos. Zeker. Echt stront, hé. Zeker. Oh ja, neem het maar weer over Shelly. Maar het grappige... En vaak willen niet eens kansloos. Dat iemand het voor mij opneemt. Ze willen gewoon dat ik... Nee, maar ik neem het niet eens altijd weg voor jou in je eigen ellende, dat willen ze. Ja. Dat gunnen ze iedereen, behalve zichzelf. En de mensen die hun enigszins kunnen helpen naar de top. En als het moet, dan laten ze elkaar keihard vallen. Ja, maar dat gaan we ook zien. Keihard. Ik heb toevallig laatst een gesprek gehad met Ger. Toen die fotograaf, toen ik dat had afgezegd... Toen had hij boven een hele discussie begonnen met mij en ik had me daar verder, ik ben weggelopen. En ik had daarin laten vallen dat ik geen schone kleren had, maar bijna al mijn kleren waren vies. Komt Merel opgegeven bij het huisje, want dat had ze gehoord. En ze zegt, Milene, ik heb wat voor je gedaan. Had ze mijn krat met was voor de wasmachine gezet, had ze een papier opgehangen, urgent, Milene's was. En had ze met afzetlint, zeg maar, bij de douchedeur had ze dat afgezet. Ik kom daar aanlopen en ik zie dat en ik zo, Merel, dit vind ik echt super lief van je, maar ik heb echt geen zin in deze poppenkast. Ik doe hier niet aan mee. Dus ik heb het weggehaald, opgepropt. Dus zij staat daar, nee, ik heb hier zoveel werk aan gehad, dat meen je niet. Ik kom Gerrit later tegen en Gerrit die zegt, kan ik even met je praten? Ik zo, joh, tuurlijk. Nou, wat Merel heeft gedaan, dat... Dat kwam niet vanuit mij en ik zei, nee, dat is maar goed ook. Maar ik zei ook tegen hem, joh, weet je, ik ga ervan uit dat ze dat hartstikke goed bedoelt. En hij zegt, nee, dat meen je niet, kom op, het is Merel. Dat bedoelt ze echt niet goed. Letterlijk, dat zegt hij tegen mij. For real? Ja. Hij zegt gewoon, maar je weet toch dat ze dat niet goed bedoelt. En ik zo, ja, nee, maar... Niet waar! Ik ga uit van het goede. Ja, hij heeft letterlijk tegen mij gezegd, joh, dat bedoelt ze niet goed. Je weet toch hoe ze dat... Nee, dat dan, nee. Maar ik heb een gesprek met hem in mijn huisje gehad. Over hoe kut ik het hier vind. En dat ik er zo klaar mee ben dat mensen zo fake zijn. En dat ik zei van, weet je, Jesse en Merel, ik ben zo klaar met hun. En ze zijn zo fucking nep. En dat Gerrit tegen mij zei, dat ik ook zei van, ik snap niet dat je vrienden met hun kan zijn. En dat hij zei van, ik snap ook wel dat jij geen vrienden met hun bent. En dat is hartstikke logisch. En ja, ik heb wat aan ze. En zo, ja. Maar zo gebruiken ze ook, ze gebruiken elkaar. Ik zeg heel vaak als ik een rondleiding doe, jammer dat je niet meegaat, dan bij de Caravan Boys, dat noem ik altijd het Gooise matras. Ja. Maar als ik dit nu zo hoor, dan zijn hun drieën met elkaar het Gooise matras. Ze zijn gewoon fucking fake, maar dat weten we ook allemaal. Oh, wauw. En Gerrit is de enige... Ja, nee. Gerrit is degene die het meest uitbundig doet en die echt staat voor zijn show. En Jesse die doet het een beetje sneaky als een of andere vieze slang. Merel. En Merel is helemaal een vuile slang. Ik kom steeds terug op het woord slang. Ik vind ze gewoon zo glibberig en vies en zo...
Ja. Even wat anders, Milena. Namelijk, dit is echt heel anders. Because I don't give a fuck about them. Lekker boeien. Ik wil namelijk dit heel erg mooi hebben hier. Zo, ik wil graag hier zo. Ik ga even pissen. En misschien vind je dat leuk om dat samen met mij te doen. Ik wil hier een grote headphone. Zo. En dan wil ik hier van die groef, van die geluidsgolven. Mm-hmm. Zo. En dan wil ik hier zo, music is the answer. Ja. Wil je dat met mij doen? Ja, zeker. Leuk. Ja, oké, okay, chill. Dat was het. Ik heb... eergisteren nog... Ik zit tot de hele tijd in mijn te kijken. Ik denk de hele tijd van... Ik ga dit niet doen. We hadden het bij Eten Woensdag hadden het erover. En ik was nogal verbaasd dat er een prins en prinses op de boot moest komen. Ik wist niet eens dat het op de boot moest komen. Maar ik wist wel dat het voor hun was. Omdat het koningskoppen toch... Het leek mij heel erg leuk om Knabbel en Babbel erop te zetten. Knabbel is Jessie en Babbel is Merel. En dan doe je Babbel met een pantenpakkie aan. En Knabbel met, weet ik veel, een tosti in zijn hand of zo. Ik ga niet die boot mooi voor hem maken. Zeker of hamburgers? Nee, zeker niet. Ze mogen in zo'n oud krot wonen voor mij. Dat is prima. Dat verdienen ze. Verder niet. Nee, dit het lijkt mij echt heel erg grappig. Maar Andrea, dit is hem ook een ding. Maar wacht even. Nog één ding. Sorry. Van wat wordt dat betaald? Want er moet natuurlijk heel veel verf komen en dat soort dingen. Maakt mij niet uit, de spuitbussen komen, dan heb ik ook weer dingen om te doen. Nee, maar dan kan dit dus ook gefinancierd worden. Ja, inderdaad. Of ze moeten dus dat van hun zakgeld betalen. Wat ze niet hebben. Nee. Dus als dat dan wel... Dus eigenlijk moet je gewoon kijken van wat dat wordt betaald. Als dat vanuit de BV komt, nou echt, dan gaan de poppen dansen. Want dan klopt dit niet. Weet je wat de grote grap is? Nou? Dat wordt niet door de BV betaald. Wat dan? Dat wordt niet van zakgeld betaald. Het wordt geregeld via een vlog, ter promotie. Want ik heb connecties en ik ken mensen. En daarom gelden alle regels wel voor jullie, maar niet voor ons. Want wij zijn superieur. En jullie zijn simpele figuranten. Mooi gesproken, Jens. Ja, maar dat is wel waar het op neerkomt. Van, hebben daar nooit shit mee. Wij kunnen alles doen wat we willen doen. Want als het niet kan worden betaald door onszelf, dan regelen we het wel via een vlog. Ik weet dat nog kan helemaal, voor niemand, behalve voor onszelf. Ik weet nog helemaal aan het begin toen ik hier was. Toen ben ik een keertje naar Merel toe gelopen. Ik zeg van, Merel, hoe doe je dat nou? Hoe doe je dingen met promo? Dat wilden ze niet zeggen. Wilden ze me niet vertellen. Maar dat was toen bij het huisje, toen we daar zaten. Jij was erbij was toen. Erbij, was erbij. Als je gewoon even doordenkt, dan weet je vast wel. Ja, maar ik vind het vervelend. Ja? Weet je, uiteindelijk snap ik het nu ook. Maar ik wil mezelf blijven. Altijd. Ja. En ik ga... Dat werkt hier niet. Nee, maar als je dat soort dingen wil, dan werkt dat niet. Nee. Gerrit heeft mij toen bij in het huisje zaten te praten geadviseerd ook om wat meer te doen. Wat meer te vragen. En daaruit meer, zeg maar... Hij zei toen heel mooi... Wie zaait, kan oogsten. Wie zaait, kan oogsten. Weet je wat een dat vrouw... Dat is goed hier werkt. Wat ik heel veel van bezoekers hoor. En vandaag ook weer van een vrouw. Die zei van, Dre... mensen die zien dat jij gewoon heel erg oprecht bent. Ja. En maakt niet uit dat je niet zoveel wil. Ja. Mensen weten wie je bent. Is goed. Ja. Blijf lekker zo doorgaan. Ja, zeker. Ik heb dat advies ook... ik heb ook vriendelijk bedankt. En ik heb er verder ook niks mee gedaan. Dat doe ik al... Hoe lang zit ik hier? 8 maanden niet? Zoiets? En dat zal ik ook nooit doen. Nee, Ik kan dat ook niet. Ik ben geen acteur. Ik heb me aangemeld voor een realityprogramma met echte mensen. Dat zei ik vanmiddag ook tegen Jiske. Moest ze lachen. Ja, en die kan die ironie ook heel wel lekker hebben. Vanmiddag echt lekker gebabbeld met His. Ja. Ja. Ah, dus. Ja, ik kan dat niet, man. Ik zeg ook van, ik weet niet... ik kan alleen mezelf zijn. Ik weet niet hoe ik anders, wie ik anders moet zijn dan mezelf. Maar volgens mij is dat ook het beste. Lekker bij jezelf blijven. Absoluut. En we komen hier allemaal vroeg of laat uit. En de kijkers weten precies nog 2 weken nadat er een aflevering is geweest wat er is gebeurd. Ja. En dan kan je het best, zeg maar, met de gedachte achterblijven dat jij altijd oprecht bent geweest en jezelf bent geweest. Mm-hmm. Dan dat jij degene bent die... jezelf heeft verloren. Een of andere grap hoog heeft gehouden. Dat moet je niet willen. Nee, we moeten allemaal een keertje naar buiten. En zo'n idee van, hey, laten we dan Knabbel en Babbel op de boot zwerven. Dat is in essentie, zeg maar, voor beeld superleuk.
Maar je gaat er een soort van gezeik over krijgen. Je gaat er een discussie over hebben. En dan word je weer daar boos. Dat had ik wel bij Merel 1 en 2, hè? Oh, en je kan... Ja, wat echt superleuk. Oh, je kan wel knabbel en babbel op de boot verven. Maar je kan ook de hele dag op bed liggen. Waarom doe je dat dan niet gewoon? Als je ons... Zeg maar, alles moet zeg maar ook weer een tegenreactie krijgen. Want elke actie heeft een tegenreactie. En de meest effectieve manier om helemaal niks met deze site te maken te hebben... Laat me gewoon met rust. Fuck off. Ik wil dit niet. Nee. Nee. Read my lips. One time and never forget, please. Laat me met rust. You shall not pass. Maar, en... Stop. Dat is zeg maar ook de hele gedachtegang over... Geen tegenreactie op acties. Sterf maar lekker. En dan niet in de letterlijke zin van het woord, maar in de zin van... Nee, laat die gedachte dat ding sterven. Ik wil geen contact met je hebben. Ja. Wees jij lekker heel gelukkig met jezelf en met diezelfde waanbeelden die jij in je hoofd hebt gecreëerd. Maar valt mij niet meer lastig. Ja, ik maar, heb echt heel erg weinig last van hem. Denk je dat heel presentatrice wordt? Nee, natuurlijk niet. Denk je niet? Oké. We hebben een Billy uit één die een soortgelijke droom had. Met meer talent. Zeg maar, vlottere babbel, betere uitstraling. Vind je? Vind ik wel. Betere uitstraling? Valt over te twisten, zeg maar, vind ik wel. Ja, dat vinden jullie blijkbaar niet. Ja, ik wel. Komen we even, zeg maar, op de essentie van het verhaal. Alle presentatrices in Nederland, die hebben een 4-jarige opleiding gevolgd. Die weten hoe ze hun stem moeten gebruiken. Die zijn in bepaalde zin ook een soort van neutraal qua achtergrond. En die zijn gewoon goed in wat ze doen. En het is leuk dat jij ooit in een reality-programma hebt meegedaan. Maar het maakt je geen betere presentatrice. Je wil gewoon een goed iemand achter een desk hebben. En niet iemand die een soort van verleden heeft en daaruit denkt bekendheid te kunnen trekken. Want het gaat uiteindelijk om wat je kan en niet om wie je bent. Althans, zeg maar, de weg ernaartoe. Het gaat je wel helpen als je er al goed in bent. En je bent ook nog bekend, dan ga je er wel komen. Maar als je er nog geen klap van bakt, maar je bent wel bekend, dan gaat het je ook niet lukken. Dus zeg maar, het ene moet eerst kloppen van, je hebt de vaardigheden om presentatrice te zijn. En dan kan ze denken van, nou dat heb ik hier ontzettend geoefend, want ik ben presentatrice geweest van festivals die we zelf hebben georganiseerd. Maar dan staat ze ook als een soort van half bezopen kat, staat ze een beetje met de microfoon.